Een creatief beroep. Dat willen we eigenlijk allemaal wel. Maar wat is er nu nodig om een creatief beroep uit te kunnen oefenen? Vraag het eens aan de mensen in je omgeving. Wat hoor je dan? Zaken als talent, inspiratie, aanleg. Maar weet je wat ik heb ontdekt? Dat creativiteit vooral een kwestie is van hard werken. Van steeds maar weer doorgaan. Ja, van doorzettingsvermogen. Dat heb ik zelf zo mogen ervaren toen ik al lang en breed aan mijn studie begonnen was. En het lijkt me daarom handig dat jullie dat alvast weten voordat je daaraan begint. Al op jonge leeftijd had ik een wens. De wens om modeontwerpster te worden. Ik ging dan ook naar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, waar ik mijn studie modeontwerp begon. Ik wist dat het niet gemakkelijk zou zijn om modeontwerpster te worden en dat de studie erg zwaar is. Maar dat het zo heftig was, dat had ik echt niet verwacht. Ik moest vaak lange dagen maken. Dagen van 9 tot 5. 5 uur 's nachts dan, hè. En vakanties, daar staat me helemaal niets van bij. Lang doorwerken aan een item en dan gewoon niet tot resultaat komen, waardoor ik ontwerp maar weggooi en weer aan iets nieuws begin. Of 's avonds nog tevreden over een ontwerp gaan slapen en dan de volgende ochtend wakker worden en niet meer zien wat ik er mooi aan vond. En dan maar weer doorgaan. Doorgaan totdat het helemaal perfect is. En elk jaar van de studie werd er weer meer van me verwacht, waardoor het 4e en laatste jaar ook echt het zwaarste was. Dit jaar moest ik een afstudeercollectie maken. Een collectie van 10 outfits. Het was het begin van een enerverende periode waarbij de ups en downs zich in snel tempo opvolgden. Het ene moment dacht ik dat ik er al was en het volgende moment begreep ik dat ik opnieuw moest beginnen. Een belangrijke vraag was: wat wordt het onderwerp? En dat was nog een hele zoektocht. Ik ging naar de bibliotheek. Ik heb er dagen doorgebracht en nam elke keer weer zo'n stapel boeken mee naar huis. Ik heb wel 100 onderwerpen bekeken, maar niets was voor mij goed genoeg. Soms wist ik dan ook niet meer waar ik het zoeken moest. Na een aantal doorwaakte nachten kwam bij mij de vraag op: wat wil ik nou eigenlijk laten zien met mijn collectie? En daar wist ik wel antwoord op. Ik wil vrouwen tonen die, als ze mijn kleding dragen, ze zich mooi, krachtig en vrouwelijk voelen. Toen ik eenmaal wist wat ik met mijn collectie wilde uitstralen, ben ik in de geschiedenis gewoon op zoek gegaan naar deze krachtige, mooie vrouwen. En in de oude Griekse mythologie vond ik er 10. Griekse godinnen en halfgodinnen. En een van hen is Athena. Athena is de godin van de wijsheid en de oorlog. In de kunst werd zij afgebeeld als een mooie godin. Meestal droeg zij een helm en was gewapend met een speer. Ze had een statig uiterlijk. Vaak werd ze vergezeld door een el, het dier dat haar wijsheid symboliseert. En werd zij vereerd in de stad Athena, die haar naam droeg omdat ze daar de olijfboom had geïntroduceerd. Deze kenmerken, zoals de uil en de olijftak, heb ik verwerkt in mijn stofprint. En met al deze kenmerken samen ben ik tot een outfit gekomen met veel strakke vormen en lagen, maar wel een outfit met een vrouwelijk totaalbeeld. Want dat was wat ik wou neerzetten met elke outfit uit mijn collectie.
En dit hier is het eindresultaat. Dit is dus één van de 10 ontwerpen die ik heb gemaakt voor mijn afstuderen. Hier ook nog een afbeelding van 2 andere ontwerpen uit mijn collectie. En zo zag het eruit tijdens de eindshow in Den Haag. Ik ben super blij met het eindresultaat. En het voelt ook echt als een royale beloning voor al dat harde werken. En ik werd nog veel blijer toen ik te horen kreeg dat ik mijn collectie mocht showen tijdens Amsterdam Fashion Week. Wat een super ervaring was. En het werd nog veel beter toen ik ook dat belletje kreeg dat ik naar Praag mocht om mijn hele collectie te tonen. En toen ik daar aankwam, had ik ook niet 1 assistent, maar wel 10 mensen om mij te helpen om mijn hele collectie te laten zien in Praag. Helemaal geweldig. En de finalisten van Holland's Next Topmodel droegen ook nog eens mijn outfits tijdens de live finale. Het is voor mij super om mijn werk aan zo'n breed publiek te hebben mogen tonen. Ja, eigenlijk gaat het dus super goed. Maar ja, nu komt de volgende stap. Ik moet nu verkoopbare ontwerpen maken en goed uitzoeken hoe ik mijn collectie kan laten produceren. Dat is een hele andere manier van ontwerpen. Er komt veel bij kijken, vooral veel zaken die ik op school niet geleerd heb. Momenteel heb ik dan ook weinig zekerheid. En dat zal nog wel even zo blijven. Maar 1 ding weet ik zeker. Ik ga wel door. Ik ga er alles aan doen om een nieuwe collectie te kunnen ontwikkelen. Ja, het wordt weer hard werken. Maar ik weet nu dat dat erbij hoort. En ik heb er vertrouwen in dat als ik doorzet, die ideeën en inspiratie niet zullen uitblijven. En daarom wil ik jullie ook oproepen om je innerlijke stem te volgen. Ja, je kiest dan misschien voor hard werken en voor een leven waarbij niet alles op rolletjes loopt. Maar wees niet bang. Laat zien wie je bent. Vertrouw in je eigen kunnen. Laat zien wie je bent en wat je wilt. Daar zul je niet alleen jezelf een groot plezier mee doen, maar ook je omgeving. Dankjewel.